Ik ben gefascineerd door het mensbeeld van de oude Grieken. Dus hoe dachten zij dat de mens in elkaar zit? Wat bedoelen ze als ze zeggen dat de mens een politiek dier is? Of juist een economisch wezen? Of in hun eigen woorden, een soort kruik? Eentje die op een gegeven moment vol zit? Of raken we juist nooit uitgeconsumeerd omdat we hartstikke lek zijn? Voor mij is het verleden een soort vreemd land. En ik bestudeer dat graag om twee redenen. Ik vind het intrinsiek waardevol om andere culturen beter te leren begrijpen. Maar het verrijkt ook je blik op je eigen cultuur. Onze eigen mensbeelden zijn vaak verborgen, want heel vanzelfsprekend. Dus wat gebeurt er als wij de mens als een kruik gaan zien bijvoorbeeld en daarmee niet alleen schaarste, maar ook overvloed als probleem gaan herkennen? Mijn vak is eigenlijk vertalen tussen werelden door die werelden met elkaar te confronteren. Nou, dat wil ik ook bij de Jonge Academie gaan doen en dan tussen verschillende wetenschappelijke werelden, verschillende disciplines. Die hebben allemaal net een ander mensbeeld. Hè. Hoe rationeel zijn we als mensen? Gaat rationaliteit vooral over efficiëntie of ook over waarde? Nou, ik vind het heel spannend om te kijken wat er gebeurt als we deze disciplines met hun mensbeelden met elkaar gaan confronteren. Hebben we het met ons allen dan nog wel over dezelfde mens? Ik wil ook de wetenschap met de wereld daarbuiten in gesprek brengen. Mensbeelden zijn overal. Ze bepalen hoe de overheid tegen de burger aankijkt. Is de burger een calculerend wezen dat onvermijdelijk misbruik gaat maken van voorzieningen? Mensbeelden bepalen hoe we tegen schulden aan gaan kijken. Kunnen mensen met schulden gewoon niet rekenen? Is er moreel iets mis? Is er iets heel anders aan de hand? Nou, hierover wil ik met scholieren en met kunstenaars in gesprek gaan en dan kijken of we samen misschien tot nieuwe mensbeelden kunnen komen.